Nederland heeft een uitgebreid gamma aan machines voor de heraanleg van uw gazon. Dat gaat over de compacttractoren met frees- en rotorrek voor tuinen vanaf pakweg 500 vierkante meter, tot de kleinere machines voor tuinen vanaf 100 tot 500 vierkante meter. Belangrijke vraag is: vanaf wanneer is het probleem dermate groot dat we tot heraanleg moeten overgaan? Dit is een goed voorbeeld van een niet meer te herstellen graszode. Het terrein is dermate oneffen en het gras zit vol met onkruid dat we dit met verticuteren onmogelijk nog goed kunnen krijgen. Hier moeten we frezen en herinzaaien. De volgende vraag is: wanneer is de meest geschikte periode om dat te doen? Wel, eigenlijk is het best om in het najaar te gaan inzaaien. Je kan dan in de nazomer de zoden doodsproeien om pakweg vanaf eind september, begin oktober de heraanleg te doen en het gras te gaan herinzaaien. Een zode die in het najaar is ingezaaid, zal in de daaropvolgende zomer veel sterker uitkomen, mag beter belopen worden en zal minder onkruid bevatten, waardoor dat ze minder zorg vraagt. Je kan uiteraard perfect in het voorjaar gaan inzaaien, maar die staat iets meer onder tijdsdruk en de zode zal wat meer zorg vragen. Maar wij hebben daar eigenlijk gespecialiseerde machines voor om u daarin te helpen. Dus het kan ook perfect. Achter de tractor hebben we twee types frezen. Links van mij een klassieke frees, rechts van mij een overtopfrees. Een klassieke frees die draait in de rijrichting van de tractor en die woelt eigenlijk de grond gelijkmatig om. Nadeel zal zijn dat dus de plukken zoden nog her en daar verspreid gaan zitten in de gefreesde grond. Bij een overtopfrees die draait in de tegenovergestelde richting en die gooit eigenlijk de grond eerst tegen een rooster, waardoor dat de plukken zoden eerst op de grond vallen en daarna bedekt worden door fijne verkruimelde grond. Met een overtopfrees heb je een veel fijner freesbeeld achteraf. Bovendien zit er ook meteen al een nivelleerblad op de machine en heb je een aandrukrol die de grond al een beetje vastlegt, waardoor dat rotoreggen bijna overbodig wordt. Net met de gewone grondfrees gefreesd. De frees woelt de grond heel los, legt die heel luchtig open. Dat is ideaal voor braakliggende terreinen, opgevoerde gronden en dergelijke een keer goed in te mengen. Doordat de grond zo los ligt, is het daarna wel nodig om te gaan eggen en die te gaan aanrollen, ten einde daar een mooi gazon op te kunnen afwerken. Na de laatste werkgang met de frees gaan we nu nog twee of drie keer overgaan met de rotoreg. De rotoreg laat ons toe om het terrein echt heel fijn af te nivelleren en heel mooi vlak te leggen, klaar om te zaaien. Dit dankzij het nivelleerblad dat er vooraan op zit en mede ook door de aandrukrol die achteraan de grond mooi aandrukt. De rotoreg op de tractor heeft als voordeel dat je natuurlijk heel wat werkbreedte meer hebt. Op de gewone rotoreg hebben we 75 cm, hier hebben we 1,20 meter. En hoe breder het werktuig, hoe fijner we het terrein kunnen afwerken natuurlijk. Na de eerste werkgang met de rotoreg maken we van de gelegenheid gebruik om wat mest te gaan instrooien met het strooiwagentje. Dat mag heel oppervlakkig ingeëcht worden daarna. Het is zo dat ons gras wortelt in de bovenste 5 cm van de grond, dus die mest hoeft niet zo diep ingewerkt te zijn. Voilà, ik ga nu nog twee of drie keer erover en dan zijn we klaar om te zaaien.
design doen we gewoon breedwerpig en best twee keer haaks op elkaar. En tot slot drukken we het zaad in met de rol, meer moet dat niet zijn.